wonen langs de snelweg. Misschien niet het eerste waar je meteen aan denkt als woningzoekende. Maar het kan een van de oplossingen vormen voor het aanhoudend woningtekort. Zegt vastgoedadviseur Colliers op basis van een nieuw rapport. En hoofdonderzoeker bij het rapport is Madeleine Buijs. En die is van Colliers. Mevrouw Buijs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klinkt mooi langs de snelweg. Het is nog net niet op de snelweg. Maar is er iemand te vinden die dat wil, die daar wil wonen? Ja, nee, dat is er zeker. Ja. Het zijn namelijk vaak ook plekken die we hebben onderzocht die aan de randen van de grote steden liggen. Nou, en daar is natuurlijk de woningnood het grootst. Ja. En we zien inmiddels ook echt wel een aantal voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld het oude KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen langs de A9. Mm-hmm. Waar inmiddels ook appartementen in zijn gebouwd. Hele dure appartementen zijn het. Maar het vergt een enorme investering en je moet al mensen vinden. Is het niet heel moeilijk om juist dat soort, zo'n kantoor is prachtig mooi voorbeeld, om te toveren tot een goede woonspace? Nou, kijk, inderdaad, een kantoor is juist eigenlijk heel erg geschikt om te bouwen naar appartementen. Het zijn vaak natuurlijk hele grote gebouwen met grote vloeroppervlaktes. Ja, ja. Dus is het, we hebben dat natuurlijk de afgelopen jaren ook al gezien, dat het eigenlijk heel gunstig is om daar appartementen in te maken. Mm-hmm. Maar nogmaals, is dat niet ontzettend duur? Is dat niet een veel omslachtigere weg dan gewoon nieuwbouw plegen op een kaveltje ver van de Rijksweg? Nou nee, dat hoeft helemaal niet per se. Want wat je natuurlijk vaak ook op dit soort locaties ziet, is dat er heel veel infrastructuur, zoals wegen, maar ook het elektriciteitsnet, dat ligt er allemaal al. Ja, precies. En ja, als jij natuurlijk in het weiland, om het maar even zo te zeggen, wil gaan bouwen, nou, dan ligt dat er nog niet. Ja. Dus dat kost ook heel erg veel geld om dat aan te leggen. En wat we natuurlijk nu zien met de netcongestie, is dat die nieuwe woonwijken, die kunnen soms ook helemaal niet worden aangesloten op het energienet. Nee, en dit is er al, ja. Nou heeft u, en dit is er al, ja. Jullie hebben er 29 onderzocht, en 29 van die locaties. En dat is met name inderdaad allemaal langs het hoofdwegennet. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En inderdaad, niet alle locaties zijn geschikt. Ja. Er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld locaties bij Schiphol. Ja, daar kan je moeilijk woningen neerzetten. Ja. Of er zijn bepaalde locaties die heel erg specifiek bijvoorbeeld op onderwijs of onderzoek zijn gericht. Mm-hmm. Maar ja, waar je ook eigenlijk geen woningen kan bouwen. Okay. Maar als je dus die geschikte locaties wel pakt, hoeveel woningen kun je dan neerzetten of omvormen? Ja, we hebben allereerst puur gekeken naar het transformeren van de kantoren die daar staan. Mm-hmm. En dan kan je 60.000 nieuwe woningen bouwen. Nou, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een stad in Leiden, die heeft 64.000 woningen. Dus dat zijn er echt best wel veel. Nou, en of. Hoe snel kan je dat doen? Want we hebben een ambitie van 1 miljoen woningen. Dan 60.000, een druppel op een gloeiende plaat. Maar toch, het is wat. En hoe snel gaat dat dan? Ja. Nou ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan het project. Ja, dat is altijd heel lastig om te zeggen, ja, weet je, hoeveel jaar kost dat? Tuurlijk, daar gaat een aantal jaar overheen. Maar ja, als je tegelijkertijd naar de grootschalige nieuwbouw kijkt, ja, daar ben je ook echt wel een hele tijd mee bezig. Dat is duidelijk. Dank voor uw toelichting, Madeleine Buijs, hoofdonderzoeker bij vastgoedadviseur Colliers.